Ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het ontspullen. Ontspullen? Waarom? Ja, dat doet toch iedereen? En weet je wel wat voor zooi wij hier allemaal in huis hebben? Ja, maar waarom dat iedereen het doet, moet jij het toch ook niet gaan doen? Het is hartstikke druk. Je staat helemaal de rij daar. Lekker opgeruimd. Wat is dat? Waar is die dicht? Nee, ze waren open. 2 voor de prijs van 1. Nee, wat heb je allemaal meegenomen? Kassa, ik heb een plopper gekocht, een wc-borstel, hele goeie, design. Godverdamme. En een skijack. Maar we skiën nooit. Nee, maar allemaal spotgoedkoop. 500.000. Ja, zet die. Ja, nee, dat zei hij echt. 500.000. Dat meen je niet. Maar Oscar... Het is ook jouw verjaardag. En dat mag je vieren. Zullen we het hierbij laten? Ja, dat klopt. Die staan op onze website... En ook op onze facturen verwijzen we hiernaar. Nou, dat zijn toch wel flinke spierballen. Ja. Maar je hebt wel gewonnen. Wel, maar ik wil je gewoon zien. Zijn. De meeste van jullie hebben deze flyer in de bus gehad. Ja, ze zijn al jarenlang op zoek naar deze Erland M. En wat kunnen we doen om onze kinderen te beschermen tegen zo'n figuur? Want ik zit nou naast jou en hoe merk ik nou aan jou dat jij autisme hebt? Met dit kun je dat niet merken, want... Nee. Die vragen die jij aan me stelt, die heb ik wel 10.000 keer gehad. Ja, precies. Je bent zelf heel open over jouw autisme zijn. Ben je dat altijd geweest? Wat doet mama's gitaar daar? Ik had een koffer nodig. Je gaat je moeder achterna. Ik ben je dochter. Ja, en ik ben jouw vader. Zeg tegen mij dat je nooit zonder me kan leven. Ik kan nooit zonder me. Nee, dat is ook zo. Maar niet alleen ik, ook mijn collega's kan ik nooit zonder. Soms voel ik wat weinig energie. Ik begin de dag wel met veel energie. Maar het daalt